op een berg gaat zitten. The multitude was there. De menigte was daar. And he addresses his disciples. En hij spreekt zijn discipelen aan. I believe we need much more than ever the word of God to come immediately into our lives. Ik geloof dat we meer dan ooit nodig hebben dat het woord onmiddellijk in ons leven komt. And also we need much more of the presence of God in this end time. En ook hebben we juist in deze eindtijd veel meer van de aanwezigheid van God nodig. And that's what I want to talk about tonight again. En daar wil ik het vanavond weer over hebben. And I want to go systematically. En ik wil systematisch gaan. Starting in Genesis. We beginnen in Genesis. Genesis means beginning. Genesis betekent begin. There's so much treasures in Genesis. In Genesis vind je zoveel schatten. In Exodus. In Exodus. In Leviticus. In Leviticus. In Numbers. In Numeri. In Deuteronomy. En in Deuteronomium. In Joshua. Joshua. In Judges. Richteren. Etc. Enzovoort. Let us dig into the treasures of the word. Laten we duiken in de schatten van het woord. And let us rejoice in the word of God as someone who finds great treasure. En laten we ons zo verheugen met dat woord als iemand die een grote schat heeft gevonden. The presence of God. De tegenwoordigheid van God. I am struck with awe of how God manifests his presence throughout the Bible. Ik sta zo vol ontzag over hoe God zijn aanwezigheid laat zien, hoe hij dat toont in de hele Bijbel. And I see the conditions that we have to live by to experience the presence of God. Maar ik zie ook de voorwaarden die wij moeten volgen om die aanwezigheid van God ook zelf te kunnen ondervinden. So I'm going to talk about the condition now in Genesis 35. Nu wil ik het vandaag weer ook hebben over één van die voorwaarden om die tegenwoordigheid van God te kunnen zien in Genesis 35. The manifestation of the presence of God on our behalf. De manifestatie van Gods tegenwoordigheid voor ons. Not just a good feeling in a church service. Niet alleen een lekker gevoel in een kerkdienst. And jumping around and say the glory of God is here. En terwijl we rondspringen kunnen we zeggen, oh, de heerlijkheid van God is hier. And feeling the goosebumps. En je hebt kippenvel misschien. And the laughter. En je kan lekker lachen. And then when the church service is over, we feel God nowhere. Maar zodra de kerkdienst is afgelopen, vind je God nergens meer. I want to pick up Genesis 35 and I'm going directly into verse 5 first. Ik wil meteen naar Genesis 35 en dan beginnen we meteen in vers 5. This is where God told Jacob to take his journey and go back to Bethel. Dit is waar God tegen Jacob zei dat hij op reis moest en hij moest weer terugkeren naar Bethel. But I have to read verse 5 first. Maar eerst moet ik vers 5 lezen. And then I'll go from verse 1 until 7 with you. En dan ga ik weer terug van vers 1 tot 7. It says here in Genesis 35:5, and they journey, that is Jacob, his whole household and his whole family, they journeyed, and a terror from God fell upon the cities that were round about them, and they, the cities, was not able to pursue after Jacob and his sons. En his entire household. Daarom braken zij op. Zij, dat is Jacob, zijn familie, zijn hele huisgezin, knechten, alles wat erbij hoorde. He, ze gingen op weg, ze gingen op reis, zoals God gezegd had. En dan staat er Gods verschrikking, terror, terreur. De verschrikking van God lag over de steden die hen omringden, zodat zij de zonen van Jacob, zij, al die andere mensen om hen heen, die vreemdelingen, durfden. De steden, die durfden, mensen in de steden, durfden Jacob niet te achtervolgen. I hope this is going to be understood. Ik hoop dat dit goed begrepen gaat worden. Because sometimes you need to take time to explain the word. Soms moet je de tijd voor nemen om het woord goed uit te leggen. They journeyed. Ze braken op. Jacob, the patriarch. Jacob, de aartsvader. Under the instruction of God to rise up and go back to Bethel. Volgens de instructies van God die gezegd had dat hij moest opstaan en op reis gaan en hij moest vertrekken en terug naar Bethel. All his household, all his family with him. Met zijn hele al zijn huisgenoten, zijn hele familie bij hem. But God planned that his manifested presence.
Maar God had zo gepland dat zijn gemanifesteerde aanwezigheid will journey with Jacob and the entire household. Met Jacob en al zijn huisgenoten mee zou reizen. And here it is called the terror of God. En hier wordt die tegenwoordigheid van God de verschrikking van God genoemd. So I picture it like this. Ik zie dat zo voor me. There is Jacob marching up to battle. Daar heb je Jacob die op weg gaat naar, stevig op weg naar battle. His entire congregation. Zijn hele gemeenschap. Clean and holy. Rein en heilig. All idols are buried. Alle afgoden hebben ze begraven. And now God comes. En nu komt God. With his presence. Met zijn aanwezigheid. Not just a goosebump presence. Niet een aanwezigheid, een zogenaamde aanwezigheid, omdat je een beetje kippenvel hebt. A fluctuating presence. Een aanwezigheid die op en neer gaat. No, but the terror of God. Nee, de verschrikking van God. To scare the enemy. Om Come de vijand on. Bang te maken. The terror. Of schrik aan te jagen, de verschrikking van God. Like an attack. Als een aanval. A protection. Een bescherming. As Jacob, his household journeys to battle. Terwijl Jacob met al zijn huisgenoten op weg is naar battle. That all the cities that were round about them. En al de steden rondom hem. Were not able to pursue after them. Konden hen niet achtervolgen. Would you not like that to happen to us? Zou je dat niet graag hebben dat het ons ook zo gebeurt? With all the end time plagues. Met al die eindtijd plagen. With all the end time diseases. Alle ziekten en kwalen van de eindtijd. With all the end time fear. En alle angst van de eindtijd. And perplexity. Radeloosheid. And conspiracy theories. En samensweringstheorieën. Division between people with vaccine and all that. Verdeeldheid van mensen die wel of niet vaccin willen. Confusion. Verwarring. Would we not like. Zouden we niet fijn vinden. For us to experience the terror of God. Dat wij meemaken hoe de verschrikking van God. Coming on our behalf. Ter wille van ons komt. And every enemy of God. En elke vijand van God. And our enemies. En onze vijanden. Satan. And his spirits. En zijn geesten. I'm gonna be shouting, I'm sorry. Yeah. When that presence comes. Wanneer die tegenwoordigheid komt. It's more than a wall of fire like Zechariah says. Dan is dat meer dan een muur van vuur zoals Zechariah zegt. It's a powerful presence of God. Het is een machtige aanwezigheid van God. That will fight. Die vecht. And keep back the enemy. En de vijand terugduwt. And the enemy won't see us. De vijand ziet ons niet. They'll see him. Maar ze zien hem. They'll see God. Ze zien God. As a terror. Als een verschrikking. And he will say. En dan zegt hij. Don't you dare come near my people. Heb het hart niet dat je in de buurt van mijn volk komt. Don't you dare. Heb het hart niet. So that's the presence. Dat is die aanwezigheid. And if Jacob had it. Als Jacob dat had. And he went through such an experience that God changed even his name after this. En hij had zo'n ervaring dat God zelfs zijn naam hierna na deze ervaring veranderde. He was so touched. Hij was zo geraakt. That he immediately made an altar and called upon God. Dat hij onmiddellijk een altaar maakte en God aanriep. So let us go now to verse 1. Dus laten we eens kijken in vers 1. Genesis 35 verse 1, God said unto Jacob, arise, go up to Bethel and dwell there, and make there an altar unto God that appeared unto you when you fled from the face of Esau your brother. In hoofdstuk 35 vers 1, daarna zei God tegen Jacob, sta op, ga naar Bethel, ga daar wonen en maak daar een altaar voor de God die aan u verschenen is toen u vluchtte voor uw broer Esau. Then verse 2, Jacob said unto his household and to all that were with him, put away the strange gods that are among you and be clean and change your garments. Toen zei Jacob tegen zijn huisgezin en tegen allen die bij hem waren, doe de vreemde goden die nu midden zijn van u weg, reinig u. En verwissel uw kleren. That's a message right there. Dat is een boodschap op zich. So what is God telling Jacob? Dus wat zegt God tegen Jacob? For you to experience the terror of my presence. Als jij de verschrikking van mijn tegenwoordigheid wilt meemaken. Where I will stop the cities that are coming against you.
waar ik de steden die tegen jou willen optrekken tegenhoud. As you journey on to battle. Terwijl jij op reis bent naar battle. And on our journey in life. En onze reis in dit leven. Our day-to-day living. Hè, ons leven van dag tot dag. Would you not love to have a presence like this? Zou je het niet geweldig vinden zo'n tegenwoordigheid als dit te hebben? Such a divine protection of Almighty God's presence. Zo'n goddelijke bescherming van God de Almachtige, van zijn tegenwoordigheid. The first thing that Jacob had to do is in verse 2. Het eerste wat Jacob moest doen is in vers 2. He and his entire household. Hij met zijn hele gezin. All that was with him. Allen die bij hem waren. Today the entire household of God. Vandaag moet het hele huisgezin van God. Leadership and everybody cleanse ourselves. De leiders en allemaal. Iedereen moet zich reinigen. Put away every idol. Doe alle afgoden weg. That is in the church. Die in de kerk zijn. Let's be clean. Laten we rein zijn. And cleanse our garments. En onze kleren wisselen. Verse 3 says. In vers 3 zien we. And let us arise and go up to battle. Jacob says. And I will make an altar unto God who answered me in the day of my distress and was with me in the way which I went. Laten we dan opstaan en naar Bethel gaan, zegt Jacob. Ik zal daar een altaar maken voor de God die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was. En die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. And look at the response of the people. En kijk naar de reactie van het volk, van de mensen. Of all his household. Van heel zijn huisgezin. Verse 4. Vers 4. They gave unto Jacob. Toen gaven zij aan Jacob. Both young men and everybody. He, de jongeren allemaal. They gave to Jacob all the strange gods which were in their hand. Ze gaven aan Jacob al de vreemde goden die ze bij zich hadden. They're bringing all the gods. Ze brengen alle goden. All the other gods. Al die andere goden. And all their earrings. En de oorringen. Ja. Yeah. That's a message right there. Dat is ook weer een boodschap. The earrings. De oorringen. Which were in their ears. Die ze in de oren droegen. It even suggested that these were worn as charms against evil in their ears. So called. Die oorringen werden als gelukshangers, als amuletten gebruikt hè, in afgoderij. And what does Jacob the leader do with all these strange gods and all the earrings and all these idols? En wat doet Jacob met al die vreemde goden en die oorringen en al die afgoden? It says he hid them under the oak which was by Shechem. Er staat dat Jacob ze verborg onder de eik die bij Shechem staat. He buried them. Hij begroef ze. Ja, zie. Bury them means. Ze begraven, dat betekent. Elimination. Uitschakelen. A household cleansing. Een reiniging van zijn huisgezin. A holiness. Heiligheid. A sanctification. Een heiliging. A preparation. Voorbereiding. A purification. Reiniging. For God's presence to come. Zodat de tegenwoordigheid van God kon komen. For the terror of God. Zodat de verschrikking van God. To be with me, Jacob, with Jacob. Bij Jacob kon zijn. To be with him and his household. Bij hem en zijn huisgezin kon zijn. Today. Vandaag. The church needs a clean up. Heeft de gemeente een grote schoonmaakbeurt nodig. A clean up. Een grote reiniging. A purification. Een schoonmaakbeurt. Serious commitment. Een grote, serieuze toewijding. A sanctified life. Een geheiligd leven. Hating evil. Het kwade haten. Examining if we have any idols in our hearts and lives. Zelf onderzoeken of wij misschien nog afgoden in ons leven hebben. Because of in ons hart. Only when we get rid of all these things. Want pas als we al die dingen wegdoen. Only when the church stops with these earrings and these piercings on alleen faces. Alleen als de gemeente stopt met al die oorringen en piercings in de gezicht. And allowing the world to come in the church. En toelaten dat de wereld de kerk in komt. Worldly methods. Wereldse methode. Worldly atmosphere. Wereldse atmosfeer. Worldly talk. Werelds gepraat. Until we get rid of all that. Pas als we al die dingen wegdoen.
Only then we can say the gates of hell will not prevail against the church of Jesus. Pas dan kunnen wij zeggen de poorten van de hel zullen de gemeente van Jezus niet overweldigen. Because then this presence of God will come, beloved. Want dan komt deze tegenwoordigheid van God. As a terror. Als een verschrikking. To scare the enemy of our soul. Om de vijand van onze ziel angst aan te jagen. To surround us. En om ons te kunnen omringen. And all the enemy could say is, we see them journeying, but we can't get close. En het enige wat de vijand nog kan zeggen is, we zien ze wel op reis zijn, maar we kunnen niet eens in de buurt komen. I hope that is understandable, because I can preach all night about this passage. Ik hoop dat te begrijpen is, want je kan hier de hele avond over preken. The Bible says in verse 6, so Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan, that is Bethel, he and all the people that were with him. Zo kwam Jacob in Luz, in vers 6, dat in het land Canaan ligt, de tegenwoordige Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. And verse 7 says, he built an altar and called the place El Bethel, because there God appeared unto him when he fled from it, the face of his brother. Hij bouwde daar een altaar en noemde die plaats El Bethel. Want God had zich daar aan hem geopenbaard toen hij voor zijn broer vluchtte. And another thing God did. Nog iets wat God deed. After this presence comes. Als deze tegenwoordigheid things komt, will get transformed. Dan gaan de dingen helemaal veranderen. Jacob gets transformed. Jacob wordt helemaal getransformeerd. In verse 9 it says. In vers 9 staat. God appeared unto Jacob when he came at Padan Aram and blessed him. En God verscheen opnieuw aan Jacob nadat hij in Padan Aram aangekomen was en hij zegende hem. Watch verse 10. Vers 10. God said to Jacob. God zei tegen Jacob. Your name is Jacob. Je naam is Jacob. Your name shall not be called anymore Jacob. Maar je naam zal voortaan niet meer Jacob luiden. But Israel shall be your name. Maar Israël zal je naam and zijn. And he calls his name Israel. En hij gaf hem de naam Israël. Contender with God. Strijder met God. And God says. God zegt. In verse 11. In vers 11. I am God Almighty. Ik ben God de Almachtige. Now you're going to be fruitful. Nu kun je vruchtbaar zijn. And multiply. En talrijk worden. A nation and a company of nations shall be of you. And kings shall come out of your loins. Een volk, ja, een menigte van volken zal uit u ontstaan. Koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. And the land, verse 12, which I gave Abraham and Isaac, to you I will give it. And your seed after you, will I give the entire land. En dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik aan u geven. En aan uw nageslacht na u zal ik dit land geven. God is with him, verse 13. God is met hem, vers 13. God went up from him in the place where he talked with him. Toen voer God op bij hem vandaan van de plaats waar hij met hem gesproken had. And Jacob goes a little further in verse 14. Jacob gaat nog iets verder in vers 14. Jacob sets up a pillar in the place where God talked with him. Even a pillar of stone. And he poured a drink offering thereon and poured oil thereon. Jacob richt op de plaats waar God met hem gesproken had een gedenkteken op. Een stenen gedenkteken. Hij goot er een plengoffer over uit en goot er olie op. That's a whole message right there. Dat is weer een hele boodschap. 15 verse. 15. Jacob called the name of the place where God spake with him Bethel. Jacob gaf de plaats waar God met hem gesproken had de naam Bethel. House of God. Huis van God. Dwelling of God. Waar God woont. Please help me, Hans. I need a little response like amen and amen like that, you know? The terror of God's presence. Sorry. De verschrikking van Gods tegenwoordigheid. I'm just getting excited. Halleluja. The terror of God's presence. De verschrikking van Gods tegenwoordigheid. It is not a normal presence. Het is niet een normale aanwezigheid. It's a fighting presence. Maar een aanwezigheid die strijdt. A protective presence. Een aanwezigheid die beschermt. As the Church of Jesus needs to march on in this end time. Terwijl de gemeente van Jezus in deze eindtijd verder moet trekken. Quickly, Exodus 12. Vlug, Exodus 12. Yeah, I gotta go move quick. Exodus 12.
the last part of Exodus 12. Laatste deel van Exodus 12. We are going to look at the last part where the Passover was celebrated. We gaan kijken naar het laatste deel waar het Pascha gevierd werd. From verse 43. Vanaf vers 43. And I am speaking on the importance of the manifested presence of God upon the church. En ik spreek over hoe belangrijk het is, hoe belangrijk de gemanifesteerde aanwezigheid van God over de gemeente is. Verse 43. The Lord told Moses and Aaron, this is the ordinance of the Passover, therefore no stranger shall eat thereof. Vers 43. En de Heere zei tegen Moses en Aaron, dit is de verordening voor het Pascha. Geen enkele vreemdeling mag ervan eten. He's putting conditions to celebrate the Passover. Hij stelt voorwaarden om het Pascha te mogen eten. But every, verse 44, every man's servant that is bought for money, when you have circumcised him, then shall he eat thereof. Maar elk slaaf die u van iemand met geld gekocht hebt, mag ervan eten, zodra u hem besneden hebt. A foreigner, verse, I'm reading until 53, a foreigner and a hired servant shall not eat the Passover, not allowed. 45, geen vreemdeling en dagloner mag ervan eten, mag niet. 46, in one house shall it be eaten. You shall not carry forth aught of the flesh abroad out of the house thereof, neither shall you break a bone thereof. In één huis moet het gegeten worden. U mag van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen. En u mag er geen been van breken. That breaking of the bone speaks of Jesus. He, dat er geen been gebroken mag worden, spreekt over Jezus. How his bones was not broken when he was hanging on the cross. He, zij, geen van zijn beenderen werd gebroken toen hij aan het kruis hing. I am not going to drift away from my main message here because of that. Ik wil niet afgeleid worden van mijn boodschap vanwege dit. Verse 47 says, all the congregation of Israel shall keep or eat or celebrate the Passover feast. Heel de gemeenschap van Israël moet dit doen, dat Pascha eten of vieren. 48. 48. When a stranger shall sojourn with you and will keep the Passover to the Lord, let all his males be circumcised, cut away their flesh, and let them come near and keep it. And he shall be as one that is born in the land. For no uncircumcised person shall eat from the Passover. Als er nu een vreemdeling bij u verblijft en als die voor de Heer het Pascha wil houden, laat dan al die mannelijk is bij hem besneden worden. Dan mag hij naar voren komen om het Pascha te houden en zal hij zijn als een ingezetene van het land. What? Niemand echter die onbesneden is mag ervan eten. One law shall be to him that is homeborn and a stranger that sojourn among you. Eén wet is voor de ingezetene en voor de vreemdeling die te midden bij u verblijft. And watch the obedience of the people of Israel now. En kijk nu naar de gehoorzaamheid van de Israëlieten. If we are going to experience the presence of God. Als wij die tegenwoordigheid van God willen ondervinden. This mighty terror of God. Deze machtige verschrikking van God. The delivering presence of God. Die bevrijdende kracht van God. His protection. Manifestation. Zijn beschermende manifestatie. Separating us from the world and the pagan and the hedonistic things. Waar wij gescheiden zijn van de wereld, van de heidense dingen. We need to obey God. Dan moeten we God gehoorzamen. Verse 50 says, thus did all the children of Israel, as the Lord commanded Moses and Aaron, so did they. Alle Israëlieten deden zoals de Heere Mozes en Aaron geboden had. Zo deden ze. I don't know where people get the idea. Ik weet niet waar iemand het idee vandaan haalt. God is with everybody. Alsof God bij iedereen is. I heard people say, why do you go all to all those countries? Or why do you go there and there? God is everywhere. Ik heb mensen tegen me horen zeggen, hè, waarom moet je naar al die landen? Waarom moet je daar naartoe? Waarom moet je daar naartoe? God is toch overal? I wish it was true. Was dat maar waar? God's omnipresence is everywhere. God's omnipresence.
omni. Alom, dat is alom tegenwoordigheid, is inderdaad overal. David said, where shall I hide from your spirit? David zei, waar zou ik me verbergen voor de geest? In Psalm 139, verse 7. In Psalm 139, vers 7, Engels. If I go up to heaven, you are there. Ga ik naar de hemel, bent u daar. If I go down into hell, you are there. In de hel, bent u daar. I can't run nowhere from God's omnipresence. Ik kan niet wegvluchten voor de alomtegenwoordigheid van God. And of course, the heathen and the sinners and the pagans can say, God is everywhere. Natuurlijk kunnen de heidenen en de zondaren en de afgodendieners zeggen, God is overal. And the worldly people. En wereldse mensen. Can say, God is with me. Kunnen zeggen, God is met mij. Well, when the time comes. Wanneer het moment daar is. When the situations arise. Wanneer de situaties er zijn. When the adversities. Wanneer het tegenstand is. The circumstances. En de omstandigheden. The afflictions. En de verdrukkingen. Then we will find out. Dan komen we eraan. Who is really experiencing this mighty presence of God? Wie deze machtige, gemanifesteerde aanwezigheid van God ondervindt. God told Moses. God zei tegen Mozes. You celebrate that Passover with my people Israel. Jij moet dat Pascha vieren met mijn volk, de Israëlieten. And you and Aaron as the leaders. En jij en Aaron als leiders. You better make sure you command them to do it. Jij moet zorgen dat je hen gebiedt dat te doen. And here in verse 50, Israel obeys. En hier in vers 50 is Israël gehoorzaam. Nobody says this is too much details. Niemand kan zeggen dit is te veel detail. Why do we have to eat a lamb? Waarom moeten we per se een lam eten? Why do we have to eat bitter herbs? Waarom moeten we bittere kruiden eten? Why do we have to put blood on our doorpost? Waarom moeten we bloed aan de deurpost? And we have to stay inside. En we moeten nog binnen blijven ook. Why do we have to do all these rituals? Waarom moeten we al die rituelen doen? They had to obey. Ze moesten gewoon gehoorzamen. Or God would not have taken them out of Egypt's bondage. Of God zou hen niet uit die slavernij van Egypte gehaald hebben. It was the condition. Het was de voorwaarde. To celebrate the Passover feast. Om het Pascha te mogen vieren. Exactly the way God commanded it. En dat was de voorwaarde dat ze het Pascha op die manier vieren, precies zoals God het geboden had. And they did it. En dat deden ze ook. But that's what verse 50 says. Dat zien we in vers 50. Now verse 51 says. Nu zien we in vers 51. And on that very day. Op dezelfde dag. The Lord brought the Israelites out of the land of Egypt by their armies, the King James says. Sorry for my volume again. En het gebeurde op dezezelfde dag dat de Heere de Israëlieten uit het land Egypte leidde, ingedeeld naar hun legereenheden. Please, dus als een leger. Please look at that verse. Kijk goed naar dit vers. Because I know a lot of people. Want ik ken veel mensen. Who are not free. Die niet vrij zijn. Israel comes out of Egypt here. Israël komt hier uit Egypte. Out of its bondage. Uit zijn slavernij. Out of the traumas. Uit de trauma's. Out of the afflictions. Uit alle verdrukking. And the slavery. En de slavernij. Mentality. De hele mentaliteit daarvan. All the years they were there. Al die jaren dat ze daar waren. God's presence brings them out. En Gods aanwezigheid brengt ze daar nu uit. Ja. It came to pass the self same day. En het gebeurde op dezezelfde dag. Who would not want to shout this? Wie zou dit niet willen uitroepen? Who does not want to be free in the same day? Wie zou nog diezelfde dag vrij willen zijn? Huh? God can do it. God kan dat doen. His presence came. Zijn aanwezigheid kwam. Against Egypt. Tegen Egypte. He already poured out the 10 plagues on Egypt. Hij had de 10 plagen al over Egypte uitgestort. Made a big difference between Israel and Egypt. Maakte een groot onderscheid tussen Egypte en zijn volk. He brings the angel of death to kill all the firstborn in Egypt here. Hij brengt hier de doodsengel over Egypte om de eerstgeborenen van Egypte te doden. And then it says the Lord did bring the children of Israel
out of the land of Egypt. En dan staat er dat de Heere, de Israëlieten uit het land Egypte leidde. That's his presence. Dat is zijn tegenwoordigheid. He didn't send Moses only. Hij stuurde niet alleen Mozes. I had to express myself. He went with Moses. Hij ging met Mozes mee. To bring them out. Om ze eruit te halen. And it says, en er staat in the King James, they came out by their armies. Ze kwamen eruit, ingedeeld naar hun legereenheden. Armies. Legereenheden. That's not baby children. Dat zijn niet baby's of kinderen. That's not little children in the spirit. Dat zijn niet kleine kindjes in de geest. They came out strong. Ze kwamen er sterk uit. If you read in the Psalms, they came out. Not one was feeble-minded. Als je in de psalmen leest, dan zie je dat ze uitgeleid werden en niemand van hen, geen van hen was zwak. I wish I can give you all the scriptures. Maar dat ik je alle teksten kon geven. So you need to read those things. Dus je moet die dingen ook lezen. They came out, not one of the Israelites was feeble of mind. De Israëlieten kwamen uit Egypte zonder dat iemand maar zwak was. God went and bring them out. God ging daarheen en hij leidde hen uit. That's why we need the presence. Daarvoor hebben wij die tegenwoordigheid nodig. That's why we need to check our obedience out. Daarom moeten wij onze gehoorzaamheid onderzoeken. When we hear God's word. Wanneer we Gods woord horen. When we read it. Wanneer we het lezen. And we try to pass it over to China and Africa and Indonesia and other cultures. En we proberen bepaalde dingen proberen door te schuiven naar China of Afrika of andere culturen. I have learned that disobedience is a terrible sin. Ik heb geleerd dat ongehoorzaamheid een grote zonde is. There is no way for the manifestation of God's presence on our behalf if we are obeying 25% of the Bible. Geen schijn van kans dat er die tegenwoordigheid van God op ons is als wij misschien maar 25% gehoorzamen. Another manifestation of the presence of God, Exodus 14, quickly. Nog een manifestatie van die tegenwoordigheid van God in Exodus 14. God was the one that opened the Red Sea by his presence, beloved. God was degene die de Rode Zee opende door zijn tegenwoordigheid. His manifested presence parted that Red Sea. Door zijn geopenbaarde, gemanifesteerde aanwezigheid bleef die Rode Zee gewoon staan. And he was the one to harden Pharaoh's heart and send him to attack Moses and Israel again. Hij was ook degene die het hart van Farao verhardde, zodat die weer opstond en achter Mozes en Aaron aanging. It says in verse 17. In vers 17 zien we. I will harden the hearts of the Egyptians, and they shall follow them, my people, and I will get me honor upon Pharaoh, and upon all his host, upon his chariots, and upon his horsemen. En ik, zie, ik zal het hart van de Egyptenaren verharden, zodat ze achter hen aangaan. Ik zal geëerd worden, ten koste van de Farao, en ten koste van heel zijn leger. Ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. And what will happen in verse 18? En wat gebeurt er dan? Kijk, vers 18. And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I have gotten me honor upon Pharaoh, upon his chariots and upon his horsemen. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben, als ik geëerd zal worden ten koste van de Farao en ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. I really pray that this message will come over today. Ik bid echt dat de boodschap vandaag overkomt. And then verse 19 says. Dan zien we vers 19. And the angel of God. En de engel van God. That's angel, big letter A. Dat is engel met een hoofdletter E. Which went before the camp of Israel, removed and went behind the children of Israel. And the pillar of the cloud went from before their face and stood behind them. Toen verliet de engel van God die voor het leger van Israël uitging zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan. You see, the presence of God came around the people of God. Zie je, de tegenwoordigheid van God kwam rondom het volk van God te staan. And it came to verse 20, it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. Translate that, please. En in vers 20 staat, hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël staan. Zie je dat? The presence of God came and stood between.
de tegenwoordigheid van God kwam en ging tussen de beide legers staan. Let me do it like Sunday school. Laat me het brengen als zondagschool. It came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. Two people had to fight. Twee mensen die vechten met elkaar. Two enemies. Twee vijanden. Egypt and Israel. Egypte, Israël. And suddenly. En ineens. This angelic host. Zijn hele engelen, legerscharen van the engelen. The cloud of God. De wolk van God. The presence of Jehovah. De aanwezigheid van Jehovah. Comes and stands between them. Gaat tussen de legers in staan. And while God's presence is also behind Israel. Terwijl de tegenwoordigheid van God ook achter Israël staat. To show the Egyptians. Om de Egyptenaren te laten zien. Do you see how I am with my people and not with you? Zien jullie hoe ik wel met mijn volk ben, maar niet bij jullie? I'm gonna read verse 20 again and get excited about it. I don't care. Vers 20 nog een keer. And it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. And it was a cloud of darkness to Egypt. But it gave light by night to Israel. So that no one came not near to the other all the night. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis voor de Egyptenaren en tegelijkertijd verlichtte hij de nacht voor de Israëlieten. How much de een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. How far do we believe this? In hoeverre geloven wij dit? For us. Voor ons, dat dat voor ons is. How God comes between the host of Egypt. Hoe God komt tussen het leger van Egypte. And the host of Israel. En het leger van Israël. And it was a cloud and darkness. To the Egyptians, all they saw was darkness. En de wolk was duisternis voor de Egyptenaren. Het enige wat zij zagen was duisternis. They can't see nothing. Ze zagen niks. They're in the dark. Ze zijn in het donker. They're in the kingdom of darkness. Ze zijn in het koninkrijk der duisternis. And God had light for Israel. God had licht voor Israël. But it gave light by night to the Israelites. Hij verlichtte de nacht voor de Israëlieten. Then verse 21. Vers 21. This is where God's presence comes and parts the Red Sea. Hier kwam de tegenwoordigheid van God die de Rode Zee verdeelde of splitste. Many theologians don't even believe this. Veel theologen geloven dit niet. Many Bible scholars fail to believe these things. We geloven dit niet, hè, die Bijbelleraren. Wat ik net zei. No. En ja, dat je niet. Sorry, if I cannot say the word not, then I say the opposite of what you say. The presence of God Almighty. De aanwezigheid van God de Almachtige. Comes to part the Red Sea. Komt om de Rode Zee open te splijten. In verse 21. In vers 21. Moses stretched out his hand over the sea. And the Lord caused the sea to go back. By a strong east wind all that night. And made the sea dry land. And the waters were divided. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee. En de Heer liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog en het water werd doormidden gespleten. And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground. Not even mud. Translate that, please. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge, niet door de modder, maar op droge grond. And the waters were a wall unto them on their right hand and on their left. En het water was voor hen aan hun rechter en linkerhand een muur. And there comes the enemy behind them now. En daar komt de vijand achter hen aan. Verse 23. 23. The Egyptians pursued and went in after them into the midst of the sea, even all Pharaoh's horses and chariots and horsemen. Translate, please. De Egyptenaren achtervolgden en er kwamen hen achterna. Met al de paarden van de farao, zijn strijdwagens en zijn ruiters. And then verse 24. Tot in het midden van de zee. I feel the resistance of the enemy against God's word. I feel it. I declare. Ik voel de tegenstand van de vijand. The manifestation of the presence of God is what we need in this end time with all the plagues around us. Maar ik zeg je dat de tegenwoordigheid die geopenbaard wordt aan ons, die manifest wordt, die zichtbaar wordt van God voor ons in deze eindtijd, hebben we meer dan ooit nodig. All the Egyptians. Alle Egyptenaren. En Farao. En Farao.
behind them. Verse 24 says, komen achter en achterna. It came to pass in the morning watch. Watch this now. I got to make the word of God. Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag. En kijk goed, hè, wat er nou, kijk wat er nou gebeurt. The Lord looked unto the host of the Egyptians through the pillar of fire and of the cloud. And the Lord troubled the host of the Egyptians. Dat de Heere in de vuur en wolkolom neerkeek op het leger van de Egyptenaren. En hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring. I have to make the word of God alive. Moet het woord van God levend maken. Because God comes. Want God komt. With his presence. Met zijn tegenwoordigheid. And looks down. En kijkt neer. Upon the enemies of his people. Op de vijanden van zijn volk. And he deals with them. Hij rekent met hen af. Not the people. Niet de mensen. Not Moses. Niet Moses. The presence of God. Maar die aanwezigheid van God. He troubled the host of the Egyptians. Hij bracht het leger van de Egyptenaren in de war. In other words, for the Lord fights for them against the Egyptians. Met andere woorden, de Heere strijdt zelf tegen hen, tegen de Egyptenaren voor hen. This is what we need. En dat hebben wij ook nodig. Where we can stand still. Waar wij kunnen stilstaan. In our obedience. In onze gehoorzaamheid. In our holy living. In ons heilig leven. And see God come. En dan zien hoe God komt. And look at Satan. En neerkijk naar Satan. And look at the seducing spirits. En neerkijk naar die misleidende en verleidende geesten. And look at all the plagues around us. En neerziet op alle plagen om ons heen. And fights for us. En voor ons vecht. He troubled the Egyptians. Hij bracht de Egyptenaren in verwarring. Oh, halleluja. Prijs God. Halleluja. Halleluja. And the people says, in verse 20, look what happened in 25. Kijk wat er in vers 25 gebeurt. Look at your Bibles. Kijk goed in je Bijbel. You see, a lot of meetings today. In heel veel samenkomsten van vandaag. They have to use all the technology to put the scriptures. Dan moeten ze alle technologie gebruiken en teksten op een scherm laten zien. And a lot of people still don't search the Bible. A lot of people still don't search the Bible. Veel mensen onderzoeken nog steeds de Bijbel niet. And if you keep saying, look in your Bible, look in your Bible. En als jij blijft zeggen, kijk nou mee in je Bijbel, kijk nou in je Bijbel. People have the tendency to call you old school. Dan hebben de mensen de neiging je ouderwets te noemen. I tell you honestly. Eerlijk gezegd. I am going to hold on to the word of God for the rest of my life. Ik blijf bij het woord van God voor de rest van mijn leven. This is what we need. Want dat hebben we nodig. The truths of God's presence. De waarheid van Gods tegenwoordigheid. The power. De kracht. That he showed in the old covenant. Die hij liet zien al in het oude verbond. Ja. Yeah. Look at verse 25. Kijk naar vers 25. This is what God's presence did. Dit is wat de tegenwoordigheid van God deed. He took off the chariot wheels. In de Engelse vertaling staat dat hij haalde de wielen van de wagens af. That's what it says here. Ja, bij ons liet hij ze wegzakken. That they drave them heavily. Waardoor ze zwaar, hè, bijna niet vooruit kwamen. So that the Egyptians said. Zodat de Egyptenaren zeiden. So that the devil said. Zodat de duivel zei. The world said. De wereld zei. The principalities and powers, spiritual wickednesses, rulers of the darkness of this world. De overheden, de machten, de heersers van deze wereld, die zeiden. The enemies of the church. De vijanden van de gemeente zeiden. The enemies of our soul. De vijanden van onze ziel. They said. Die zeiden. Let us flee from the face of Israel. Laten wij vluchten voor Israël. Let's get out of here. Wegwees hier. This Israel is dangerous. Dit Israël is gevaarlijk. God is so strong with them. Want God is heel sterk bij hen aanwezig. look at this. Let us flee from the face of Israel. Laten we vluchten voor Israël. For the Lord fights for them. Against the Egyptians glory. Want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaren. Glory. It's still 8:15. It's not 10 yet. Glory. Glory.
to express that. For I want to see God come and fight for the church. Ik moet hier uiting aan geven. Ik moet me kunnen uiten. Want ik wil zien hoe God komt en strijdt voor de gemeente. I want to see how God troubles Satan. Ik wil zien hoe God Satan in verwarring brengt. And the gates of hell is not prevailing against our personal lives. Dat de poorten van de hel ons persoonlijk leven niet omver krijgt. Where the enemy said. Waar de vijand zei. Let us flee. Laten we vluchten. From the face of these people. Voor deze Israëlieten. For the Lord fights for them. Want de Heere strijdt voor hen. Against the Egyptians. Tegen de Egyptenaren. The presence of God. De tegenwoordigheid van God is being manifested so strong in this passage. Wordt in dit gedeelte zo sterk geopenbaard. And I sense the doubts. En ik voel dat ik kan gewoon de twijfel voelen. And the unbelief. En het ongeloof. In God's word. Wat betreft Gods woord. Because I've not been preaching today. Ik preek niet vandaag pas. I've stood against devils. Ik heb tegenover duivels gestaan. Many times in my life. Heel vaak. That wanted to stop me from preaching. Die wilde zorgen dat ik stopte met preken. And I had to send the message out. Maar ik moest de boodschap overbrengen. I have faith in what I'm preaching. Ik heb geloof in wat ik preek. And I believe in this manifestation of God. En ik geloof in deze manifestatie van God. The Lord says to Moses in verse 26. De Heer zegt tegen Mozes in vers 26. Stretch out your hand over the sea. That the waters may come again upon the Egyptians, upon their chariot and upon their horsemen. Strek je hand uit over de zee, zodat het water terugkeert. Over de Egyptenaren, over hun strijdwagens en over hun ruiters. Moses is not doing this. Mozes is niet degene die dit doet. The presence of God. Maar de aanwezigheid van God. Is parting the Red Sea. Die splijt de Rode Zee. 27th verse. En hier laat hij weer terugstromen. Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength when the morning appeared, and the Egyptians fled against it, and the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Moses strekte zijn hand uit over de zee, en tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats, terwijl de Egyptenaren het water tegemoet vluchtten. Zo stortte de Heere de Egyptenaren midden in de zee. When you see a manifestation of God's presence like this, als je een manifestatie van Gods tegenwoordigheid ziet op deze manier, how would you live after that? Hoe leef je dan daarna nog? When I see what the presence of God did for me when I was in drugs. Als ik zie wat de tegenwoordigheid van God voor mij deed toen ik in de drugs was. In darkness. En in duisternis like was. Like a child of the devil. Als een kind van de duivel. And it turned my life around. Maar het draaide mijn hele leven om. What am I going to do with the rest of my life then? Wat doe ik dan voor de rest van mijn leven daarna? How am I going to live after that? Hoe leef ik daarna? The Bible says here in Exodus 14 verse 30 and 31. De Bijbel zegt hier in Exodus 14 vers 30 en 31. Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians. And Israel saw the Egyptians dead upon the seashore. Zo verloste de Heere Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. And this is my point. Dit is mijn punt. Verse 31. Vers 31. And Israel saw that great work which the Lord did upon the Egyptians and what happened to the people. Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En wat deed het volk toen? And the people feared the Lord. Het volk vreesde de Heere. And remained steadfast to the Lord. En geloofde of bleef standvastig bij de Heer. You see what happened? When they saw all the manifestation of God's presence in this chapter and what I highlighted to you tonight. Zie je wat er gebeurde toen het volk deze manifestatie van God zag? Wat God, die tegenwoordigheid van God allemaal gedaan had en wat ik voor je nu naar voren gehaald heb? When you see the journeys of the people. Als je de reizen ziet van het volk. And how God fought against the enemy for you. En hoe God voor jou tegen de vijand gestreden heeft. And you saw them all dead. They're gone forever out of your life.
En je zag je vijanden dood liggen aan de oever van het, water, van het land. En ze zijn voorgoed dood. When God comes into your life, als God in je leven komt. With her presence, met een tegenwoordigheid. And a deliverance, en een verlossing. And you're free, en je bent vrij. You're transformed. Je bent helemaal getransformeerd. You see the devil is gone. Je ziet dat de duivel weg is. All devils are gone. Alle duivels zijn weg. How would you live after that? Hoe leef je dan daarna? It says, and the people feared the Lord. Hier staat, het volk vreesde de Heer. And the Amplified Bible says they remain steadfast to the Lord. En in de Amplified Bible staat erbij dat ze standvastig bij de Heer bleven. And to his servant Moses. En bij zijn dienaar Mozes. This is the way we need to journey through the Word of God. Zo moeten wij op reis gaan door het Woord van God. And see the manifestation of God's presence on behalf of Israel. En zien hoe die tegenwoordigheid van God voor Israël werkt. And don't just say we are the church and we're better than them. En niet alleen maar zeggen wij zijn de gemeente, wij zijn beter dan Israël. And we have a better New Testament than them. We hebben een beter, een Nieuw Testament, beter dan hen. While a lot of people are living without the presence of God today in the New Testament. Terwijl heel veel mensen vandaag in het Nieuw Testament leven zonder de tegenwoordigheid van God. Let's drop down to chapter 15. Laten we kijken in hoofdstuk 15. Moses starts to sing. Moses begint te zingen. This same song is in Revelations 15. Ditzelfde lied vind je in Openbaring 15. And the children of Israel sang the song unto the Lord and spake, saying, I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and his rider has he thrown into the sea. Toen zongen Mozes en deze lieten dit lied voor de Heer. Ze zeiden, ik zal zingen voor de Heer, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. And I drop down to verse 3 to make it a bit short. Om het iets korter te maken, even naar vers 3. Moses calls God a man of war. Mozes noemt God een strijder. The Lord is his name. Heere is zijn naam. Because he saw the presence. Want hij zag die tegenwoordigheid. And God was angry. God was boos. To get his people out of the clutches of the Egyptians. En om zijn volk uit de klauwen van de Egyptenaren te rukken. He didn't send Moses only. Hij stuurde niet Mozes alleen. Into Egypt. Naar Egypte. He himself went also. Hij ging zelf ook mee. And God came like with war. En God kwam als in oorlog. Ja. Yeah. And he delivered them. En bevrijdde hen. He cast Pharaoh and his chariots, verse 4, into the sea. Hij wierp de wagens van Farao en zijn leger in de zee. The Bible says in verse 6. De Bijbel zegt in vers 6. Moses said, your right hand, O Lord. Mozes zegt, uw rechterhand, Heer. Is become glorious in power. Is heerlijk in macht geworden. Your right hand. Uw rechterhand. O Lord, has Heere. Dashed them in as dashed in pieces the enemy. Verpletterde de vijand. Verpletter mean they cannot come back. Verpletter betekent ze kunnen niet meer terugkomen. God did that. God heeft dat gedaan. His right hand. Zijn rechterhand. His mighty presence. Zijn machtige aanwezigheid. Verse 8, I'm just skipping some things. Vers 8. With the blast of your nostrils. Door de adem van uw neus. The waters were gathered together. Is het water opgehoopt. The flood stood upright as a heap. De stromen stonden als een dam. The depths were congealed in the heart of the sea. De watervloeden zijn gestold in het hart van de zee. And I love verse 9. En ik hou van vers 9. Sorry. When I see this verse, I'm so sorry. I am human. I have my emotions when I see the devil at work and people are not getting the victory. Sorry hoor, ik word een beetje enthousiast. Hè. Als ik de duivel aan het werk zie en mensen, ik zie dat mensen de overwinning niet behalen. En ik zie zo'n vers. I want to look at verse 9 so carefully now. Ik wil goed kijken naar vers 9. I want to stay there. Daar wil ik even blijven. A moment. Een moment. Pharaoh and his army. Farao en zijn leger. The Egyptians. De Egyptenaren. Typifying Satan. Type van Satan. And his evil spirits. En zijn boze geesten. The kingdom of darkness. Het koninkrijk van de duisternis. Worldly lust. Wereldse begeer. Ungodliness. Goddeloosheid. Unholiness. Onheiligheid. Abomination. Gruwelen.
and many more names. En nog veel meer namen. You can give to Egypt. Die je kunt bedenken voor Egypte. And Pharaoh. En Farao. And his army. Met zijn leger. But God made Israel an army when they came out of Egypt. Maar God maakte van Israël een leger toen ze uit Egypte kwamen. But while Pharaoh's heart was hardened by God. Maar hoewel God zette wel het hart van Farao door God verhard werd. And they came back against Israel. En ze kwamen weer achter Israël aan. At the Red Sea. Bij de Rode Zee. The Bible here in verse 9 says what they were thinking. Zegt de Bijbel hier in vers 9 wat zij de vijand dacht. What the devil was instigating them to do to Israel. Waartoe de vijand Satan hen aanzette over wat ze met Israël moesten aandoen. It says it here in Exodus 15:9. Dat zie je hier in Exodus 15 vers 9. It says the enemy said. Daar staat de vijand zei. Satan was saying. Satan zei. In Pharaoh. In Pharaoh. And his army. En in zijn leger. I will pursue. Ik achtervolg hem. I will overtake. Ik haal hen in. I will divide the spoil. Ik deel de buit. My lust or my desire shall be satisfied upon them. Mijn verlangen wordt aan hen vervuld. Isn't that what the devil is saying today? Zegt de duivel dat vandaag ook niet? I will draw my sword. Ik trek mijn zwaard. I really am so blessed to see how some preachers can talk so silently. Maar gezegend als ik zie hoe sommige predikers heel rustig kunnen praten. I wish I had that gift. Maar als ik die gave had. I wish I had it. I tried it 1,000 times. Heb ik al zo vaak geprobeerd. When I read this verse. Maar als ik dit vers lees. I see how mighty God Almighty is. En ik zie hoe machtig God de Almachtige is. That he chose to put this verse in the Bible. Dat hij ervoor koos om dit vers in de Bijbel te plaatsen. To show us the schemes of Satan. En ons de plannetjes van Satan laat zien. In Pharaoh. In Farao. And his army. En zijn leger. As they are coming back to attack Israel. He? Wanneer ze weer terugkomen en Israël willen aanvallen. Under the leadership of Moses. Onder leiderschap van Mozes. They wanted them to grab them and bring them back in slavery. Ze wilden ze weer te pakken nemen en terugbrengen in slavernij. That's what Satan does. Want dat doet Satan. He knows he's going to burn. Hij weet dat hij gaat branden. Matthew 25:41 says. Matthäus 25 vers 41 zegt. That hell is prepared for Satan. Dat de hel bereid is voor Satan. And his angels. En zijn engelen. He knows that. Dat weet hij. He knows his time is short. Hij weet dat zijn tijd kort is. He was there in Pharaoh. Hij was daar in Farao. The Bible says God used the Pharaoh. De Bijbel zegt dat God Farao gebruikte. In Romans 9, I think it is. Volgens mij in Romeinen 9. God used Pharaoh for his honor. God gebruikte Farao voor zijn eer. To show the world how mighty he is. Om te laten zien hoe machtig hij is. But here in verse 9. Hier in vers 9. The enemy said. De vijand zei. I will pursue. Hij zei, ik achtervolg. I will overtake them. I will take the spoil. My lust shall be satisfied upon them. I will draw my sword. My hand shall destroy them. De vijand zei, ik achtervolg hen en haal hen in en deel de buit. Mijn verlangen wordt aan hen vervuld. Ik trek mijn zwaard en mijn hand roeit hen uit. And all the time God is there waiting. Maar de hele tijd is God daar en hij wacht. And God was there. God was er al. The Bible says. De Bijbel zegt. We just read it, beloved. Hebben we net gelezen. God looked down through the cloud and fire upon the Egyptians. God zag neer door vanuit de wolk op de Egyptenaren. And he troubled them. En hij bracht hen in verwarring. God's presence was fighting against the Egyptians. Gods tegenwoordigheid. De Heer zelf streed tegen de Egyptenaren. Protecting his chosen people Israel. En beschermde zijn uitverkoren volk Israël. When you have a chance. Als je gelegenheid hebt. You read that verse 9.
Lees dan vers 9. And you see it good. En kijk er goed naar. And then look at verse 10. En dan vers 10. God comes into action now. Nou komt God in actie. It's Moses says. Moses zegt. Oh God, you did blow with your wind. U hebt met uw wind of uw adem geblazen. The sea covered them. De zee heeft hen bedolven. They sank as lead in the mighty waters. Zij zonken als lood in machtige watermassa's. And then Moses exalts the Lord. En Moses verhoogt nu de Heer. Because it is the Lord that did it. Want het is de Heer die dit gedaan it heeft. It was His mighty presence. Het was zijn machtige aanwezigheid. That made sure that all the plans of the enemy were destroyed. Die zorgde dat alle plannen van Satan, van de vijand, vernietigde. All that he said in verse 9, alles wat de vijand zei in vers 9, did not come to pass. Is niet in vervulling gegaan. God's presence stopped it. Gods tegenwoordigheid hield dat tegen. Pushed it back. Heeft het teruggeduwd. Behold, I give you power, Jesus said. Zie, ik heb u macht gegeven, zei Jezus. Over all the powers of the enemy. Over alle macht van de vijand. And nothing shall by any means hurt you. En door niets zal jouw schade worden toegebracht. Moses now exalts God. Moses verhoogt God nu. In verse 11. In vers 11. Who is like unto thee, O Lord, among the gods? Wie is als u onder de goden, heren? Who is like thee, glorious in holiness? Wie is als u, verheerlijkt in heiligheid? Fearful in praises. Onzagwekkend of te vrezen in lofzangen. Doing wonders. U die wonderen doet. God manifested his presence. God openbaarde zijn aanwezigheid. And Moses calls it glorious in holiness. Moses noemt het verheerlijkt in heiligheid. Fearful in praises. Onzagwekkend in lofzangen. You did all the wonders. U die wonderen doet. And you will continue to do the wonders. En u zult die wonderen ook blijven doen. Verse 12. Vers 12. You stretched out your right hand. U strekt uw rechterhand uit. And the earth swallowed them. En de aarde verzwolg hen. This is what God has done. Dit is wat God gedaan heeft. For his people Israel. Voor zijn volk Israël. Way back here in Exodus. Helemaal hier in Exodus. I trust. Ik vertrouw erop. That you will receive it. Dat jij het aanneemt. And that we will go after this kind of presence of God. En dat wij achter dit, dat wij dit soort aanwezigheid van God najagen. I got to go to Exodus 23 now. Nu kijken we in Exodus 23. I'm going slow, isn't it? I'm doing my best. In Exodus 23. In Exodus 23. When you're there, say amen. Amen, als je er bent. You see, I love to watch the conditions to experience the presence. Weet je, ik kijk graag naar de voorwaarden waaraan je moet voldoen om deze tegenwoordigheid te kunnen ondervinden. Because God demands that. Omdat God dat vereist. God has prerequisites. God heeft voorwaarden. For us to experience Him. Om Hem te kunnen ondervinden. His protection. Zijn bescherming. His guidance. Zijn leiding. His deliverance. Zijn bevrijding. His awesome provisions. Zijn ontzagwekkende voorzieningen. And all of His promises that are yes and yes and amen and amen. En al zijn beloften die ja en ja zijn en amen en amen. And here again in Exodus 23. Hier in Exodus 23. I will want to show you what the people had to do before the presence came. Wil ik je weer laten zien wat het volk moest doen voordat deze tegenwoordigheid kwam. You see, let me say it like this. From Exodus 20. Laat me zo zeggen. Vanaf van Exodus 20. God spoke to Moses of the Ten Commandments. Sprak God met Moses over de 10 geboden. Then from chapter 21, 22. En hoofdstuk 21 en 22 dan. We see God bringing extra laws to the people. Zien we God met extra wetten komt bij het volk. To protect them. Om ze te beschermen. And then half of chapter 23. En de helft van hoofdstuk 23. Are also with laws. Dus hij is ook over wetten. That God gave unto Israel for their protection. Die God aan Israël gaf voor hun bescherming.
And then we drop down to verse 14 now. En dan komen we bij vers 14. Three times you shall keep a feast unto me in the year, God said. God zegt, drie maal per jaar moet u voor mij een feest vieren. 15 verses. Vers 15. You shall keep the feast of unleavened bread. Het feest van de ongezuurde broden moet u in acht nemen. Now, unleavened bread speaks of sinlessness. Ongezuurd brood wil zeggen zonderloosheid. It speaks on the sinless body of Jesus. Dat spreekt over het zonderloze lichaam van Jezus. And you shall eat unleavened bread 7 days as I commanded you in the appointed time of the month Abib. For in it you came out from Egypt and none shall appear before me empty. 7 dagen lang moet u ongezuurde broden eten, zoals ik u geboden heb op de vastgestelde tijd in de maand Abib. Want in die maand bent u uit Egypte vertrokken. Maar men mag niet met lege handen voor mijn aangezicht verschijnen. God wanted Israel to be free. God wil dat het Israël vrij was. Unleavened bread. Ongezuurd brood. For 7 days. 7 dagen lang. And most of the feasts that God told Israel to celebrate. En de meeste vieren die Israël van God moest vieren. They had to go in their house. Dan moesten ze in hun huis gaan. And they had to search for the leaven. Gaan kijken en zoeken of er zuurdesem was. And purge it out. Dat moest eruit. No leaven could be in the house. Er mocht geen zuurdesem in huis blijven. Because leaven in the Bible. Want zuurdesem in de Bijbel. Speaks of sin. Spreekt over zonde. Speaks of hypocrisy. Over huichelarij. And wrong teaching. En valse leer. In 1 Corinthians 5. In 1 Korinthe 5. The leaven speaks on the sin of incest. Wordt gesproken het zuurdesem als de zonde van incest. Immoral sin. Immorele zonde. In Luke 12 we read. In Lucas 12 lezen we. That the leaven. Dat het zuurdeeg. Was hypocrisy. Huichelarij was. In the book of Galatians. En in het boek Galaten. I think it's chapter 5. Ik denk in hoofdstuk 5. I think. I'm not going to go there now. It speaks on false teachings. Daar gaat het over valse leer. So here in Exodus 23. Hier in Exodus 23. God wants Israel to celebrate the feast. Wil God dat Israël het feest viert. In verse 16. In vers 16. And the feast of harvest, the feast of the first fruit of your labors, which you have sown in the field, the feast of the ingathering, which is in the end of the year, when you have gathered in your labors out of the field. Ook het feest van de oogst, van de eerste vruchten van uw werk, van wat u op de akker gezaaid hebt. En het feest van de inzameling aan het einde van het jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld ingezameld hebt. Three times in the year all your males shall appear before the Lord God. 3 keer per jaar moet alles wat mannelijk onder is voor het aangezicht van de Heere verschijnen. Verse 18, you shall not offer the blood of my sacrifice with leavened bread, neither shall the fat of my sacrifice remain until the morning. U mag het bloed van mijn offer niet offeren met iets dat gezuurd is. En het vet van mijn feestoffer mag niet tot de volgende morgen overblijven. No leavened bread in your midst. Er mag geen gezuurd brood in uw midden zijn. No hypocrisy. Geen huichelarij. No sin. Geen zonde. No teaching that deviates from God's word. En geen leer die afwijkt van Gods woord. In the 19th verse God says. En in vers 19 zegt God. For the first of first fruits of your land you shall bring into the house of the Lord your God. You shall not seat a kid in his mother's milk. De eerstelingen van de eerste vruchten van uw land moet u in het huis van de Heer uw God brengen. U mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. I cannot explain the depth of these verses tonight. Ik kan niet heel diep hierop ingaan en alles uitleggen vanavond. But I'm trying to point out the conditions. Ik probeer wel aan te wijzen dat er voorwaarden zijn. Celebration of the feast. Dat de feesten moeten gevierd worden. The condition for the presence of God to come. De voorwaarden voor de tegenwoordigheid van God. And manifest himself upon his people's lives. Dat hij komt en zich openbaart, zich toont aan, over het leven van de mensen. And show the world. En aan de wereld laten zien. The difference between his people. Het onderscheid tussen zijn volk. And the people of the world. En de mensen van de wereld. So no only unleavened bread in their midst. Alleen ongezuurd brood mag er zijn. No leavened bread. En geen gezuurd brood. Leaven
unleavened bread, sinlessness. Ongezuurd brood, zonderloosheid. Sinless body of Jesus. Het zonderloze lichaam van Jezus. Leavened bread. Gezuurd brood. Was not allowed. Werd niet toegestaan. Which is no hypocrisy. En dat wil zeggen dat er geen huichelarij mag zijn. No immoral sin. Geen immorele zonde. And no teaching that is false. En geen valse leer. And deviates from the pure word of God. En dat afwijkt van het zuivere woord van God. And now I come to the presence. Nu kom ik bij die tegenwoordigheid. Now God promises them. Nu belooft God hen. In verse 20. In vers 20. Behold, I send an angel before you. With big letter A. Zie, ik zend een engel voor u uit. Een engel met hoofdletter E. This is a manifestation of Christ. Dat is een manifestatie van Christus. Before he became man. Voordat hij mens geworden is. I'll send an angel before you. Ik zend een engel voor u uit. What will the angel do? Wat doet die engel dan? To keep you in the way. Om over u te waken op de weg. And to bring you into the place which I have prepared for you. En u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. You see that? God's presence. Gods tegenwoordigheid. Will go before you. Gaat voor je uit. Will keep you. Zal je behoeden. While you're going. En waken over je terwijl je op weg bent. And bring you to the destination that God has destined for you. En hij zal je brengen op de bestemming die God voor jou bestemd heeft. Then God brings in a serious warning now. Dan komt God met een ernstige waarschuwing. In verse 21. In vers 21. Beware of this angel. Wees op uw hoede voor deze engel. Obey his voice. Of voor zijn aangezicht en luister gehoorzaam aan zijn stem. Provoke him not. Verbitter hem niet. For he will not pardon your transgressions. Want hij zal uw overtredingen niet vergeven. And watch this now. Waarom? En kijk nou waarom. For my name, God says. Omdat mijn naam, zegt God. Is in him. In het binnenste van hem is. In him. In hem. In this angel. In deze engel. That's a manifestation of Jesus Christ. Dat is een manifestatie van Jezus Christus. Christophany. Christophany. Or theophany. Of theophany. But we got to beware of him. Maar we moeten wel op hem letten. Obey his voice. En gehoorzamen aan zijn stem. Don't provoke him. Hem niet verbitteren. For he will not pardon your transgressions. Want hij zal je overtredingen niet vergeven. And God the Father says. En God de Vader zegt. My name is in him. Mijn naam is in hem. I don't have the time and the depth. I preached on this before when we were in Lunahof. Ik heb er nu geen tijd voor. Ik heb er ook al eerder over gepreekt. But my point is this. Mijn punt is. What are we doing to have this mighty presence? Wat doen wij ervoor om deze machtige tegenwoordigheid te hebben? In verse 22 it says. In vers 22 staat. But if you shall indeed obey his voice. Akaporio. Maar als u aandachtig naar zijn stem luistert. En gehoorzaam bent. And do all that I speak. En alles doet wat ik spreken zal. Then God promises. Dan belooft God. I will be an enemy unto your enemies. And an adversary unto your adversaries. Dan zal ik de vijand van uw vijanden zijn. En de tegenstander van hem die u in het nauw brengt. Of van uw tegenstanders. You see what God's presence will do? Zie je wat de tegenwoordigheid van God doet? You think the devil can stand against the church? Denk je dat de duivel kan tegen de gemeente van Jezus op kan? If we live holy? Als wij heilig leven. You think the gates of hell will prevail against the true church? Denk je dat de poorten van de hel de ware gemeente overweldigen? And the people's personal lives that are walking in obedience? No way. En het persoonlijk leven van mensen die in gehoorzaamheid wandelen? Echt niet. God says. God zegt. If you will obey this big angel. Als je gehoorzaam bent aan deze grote engel. And do all that I, Jehovah, speak. En alles doet wat ik, Jehovah, zeg. Then stand still. Dan kun je stilstaan. And look how I'm going to come and be an enemy to your enemies. En dan zul je zien hoe ik een vijand word voor jouw vijanden. And I'm going to come as an adversary against your adversaries. En dan kom ik als een tegenstander van jouw tegenstanders. Can you imagine this? Kun je dat voorstellen? Verse 23 says. Vers 23.
For mine angel shall go before you. Mijn engel zal namelijk voor u uitgaan. That's the presence again. Dat is weer de aanwezigheid van God. Going before us. Die voor ons uitgaat. Bring you in unto the Amorites, the Hittites and all these ites. En ik zal u brengen bij al die Amorieten, Hethieten en al die andere Ieten. They are enemies of God, of course. Dat zijn vijanden van God natuurlijk. And the enemies of God's people. En vijanden van Gods volk. And look at the last part of the verse. Kijk naar het laatste deel van dit vers. God said, I will cut them off. God zegt, ik zal hen uitroeien. That's the presence we need. Dat is de aanwezigheid die we nodig hebben. A God who rises up. Een God die opstaat. Responding to our obedience. En onze gehoorzaamheid beantwoord. And as we keep the conditions. En zolang wij ons aan de voorwaarden houden. God will come. Dan komt God. And smite the enemy. En verslaat hij de vijand. All these Amorites, Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites, Jebusites. God said, I myself will come and break them down. And block them out. And cut them off. God zegt al deze zitten, de Amorieten, de Hethieten, de Perizzieten, de Canaanieten, de Hevieten, de Jebusieten. God zegt, ik zal zelf komen, ik zal ze terugdeinzen, ik zal ze afbreken en ik zal ze uitroeien. And amazing. En verbazingwekkend. Look what God does in verse 24. Kijk naar wat God doet in vers 24. Look how he warns us now. Kijk hoe hij ons waarschuwt. He tells the people of Israel. Hij zegt tegen het volk Israël. You shall not bow down to their gods. U mag zich voor hun goden niet neerbuigen. Nor serve them. En ze niet dienen. Nor do after their works. U mag ook niet doen overeenkomstig hun werken. But you shall utterly overthrow them. Voorzeker, u moet ze volledig omverhalen. And quite break down their images. En de gewijde stenen helemaal in stukken slaan. This is right after he promised to wipe out all the enemies. Dit is vlak na. Hij heeft net tegen hen gezegd dat hij alle vijanden zal uitroeien. He brings in a warning. En dan komt hij met een waarschuwing. That they don't go and bow down to other gods. Dat ze zich niet moeten neerbuigen voor andere goden. Don't serve no idol. Dien geen afgod. Don't follow their works. Volg hun werken. Niet. But destroy them. Maar vernietig hem. Break down the images. Breek de gewijde stenen helemaal kapot. 25th verse. 25. You shall serve the Lord your God. U moet de Heer uw God dienen. And look what God does now. En kijk wat God nu doet. He shall bless your bread. Dan zal hij uw brood zegenen. And your water. En uw water. And I will take sickness away from the midst of thee. En ik zal ziekte uit de midden doen wijken. Ha. What are we doing with this? Wat doen we daarmee? Verse 26, another promise. 26, nog een belofte. There shall nothing cast their young nor be barren in your land. Geen vrouw in het land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. The number of your days I will fulfill. Ik zal het aantal van uw dagen volmaken. Another promise of his manifested presence. Nog een belofte van zijn geopenbaarde tegenwoordigheid. Verse 27 and 28. Vers 27 en 28. I will send my fear before you. De schrik voor mij zal ik voor u uitzenden. And I will destroy all the people to whom you shall come. En alle volken waaronder u komt zal ik verdelgen, zegt het Engels. And I will make all your enemies turn their backs unto you. En ik zal al die vijanden voor u op de vlucht doen slaan. God brings another promise. Er komt nog een belofte. In verse 28. En nog een belofte in vers 28. I will send hornets before you, which shall drive out the Hivites, the Canaanites and the Hittites from before you. Ik zal ook horsels voor u uitzenden. Die zullen de Hivieten, de Canaanieten en de Hittieten voor u uit verdrijven. You see that? Zie je dat? Oh boy. All this is the presence of God. Dit allemaal door de aanwezigheid van God. It says in verse 29. Vers 29 staat. I will not drive them out before you in one year, lest the land become desolate and the beasts of the field multiply against you. Ik zal je niet in één jaar voor u uitverdrijven, anders wordt het land een woestenij. Worden de wilde dieren van het veld u te talrijk. God is promising here. God belooft hier. That he will deal with all the enemies. Dat hij afrekent met alle vijanden. God will deal with
plagues. God rekent af met plagen. He will deal with the devil. Hij rekent af met de duivel. And all devils. Alle duivels. We do our part. Wij doen gewoon ons deel. But there are things that the presence of God will do. Maar er zijn dingen die de tegenwoordigheid van God doet. Vers 30. By little and little I will drive them out from before you until you be increased and inherit the land. Ik zal hen geleidelijk voor u uit verdrijven totdat u zo in aantal toegenomen bent dat u het land in erfbezit kunt nemen. 31. I will set your bounds from the Red Sea even unto the Sea of the Philistines and from the desert unto the river. For I will deliver the inhabitants of the land into your hand, and you shall drive them out before you. Ik zal uw grenzen vaststellen, van de Schelfzee of de Rode Zee tot aan de Zee van de Filistijnen, van de woestijn tot aan de rivier, want ik zal de bewoners van het land in uw hand geven, zodat u hen voor u uit kunt verdrijven. I will deliver the inhabitants of the land into your hand. Ik zal de bewoners van het land in uw hand geven. What is that? Wat is dat? The manifestation of the presence of God. Deze geopenbaarde manifestatie van de aanwezigheid van God. Grabbing the enemy. Die de vijand grijpt. And bringing them into the hands of his people. En ze overgeeft in handen van zijn volk. And his people shall drive them out before them. En zijn volk zal hen voor en uit verdrijven. That means total victory. Dat is totale overwinning. And that's why the presence of Jehovah. Daarom hè, de tegenwoordigheid van Jehovah is the greatest spiritual weapon. Dat is het grootste geestelijke wapen. That will position us. Waardoor wij in de positie komen. The Church of Jesus. De gemeente van Jezus. For the ultimate victory. Voor de uiteindelijke overwinning. Over Satan. Over Satan. The presence of God. De tegenwoordigheid is van God. The greatest spiritual weapon. Is het grootste geestelijke wapen. That will position the church. Die de gemeente in de positie brengt. Beyond defeat. Boven de nederlaag. God comes in with another warning. Dan komt God met nog een waarschuwing. To make sure that the people of Israel will not deviate and lose his presence. Omdat hij ervoor wil zorgen dat zijn volk niet afwijkt en die tegenwoordigheid kwijtraakt. It says in verse 32. Want in 32 staat. You shall make no covenant with them, nor with their gods. U mag met hen geen verbond sluiten en ook niet met hun goden. 33. They shall not dwell in your land. Ze mogen niet in uw land blijven wonen. Lest they make you sin against me. Anders zullen zij u doen zondigen tegen mij. For if you serve their gods. Want als u hun goden dient. It will surely be a snare unto you. Voorzeker, het zal voor u tot een valstrik worden. Think about this message tonight. Denk even na over deze boodschap vanavond. Think on Genesis 35. Denk aan Genesis 35. With Jacob. Aan Jacob. With the cleaning of his household. Waar hij zijn huisgezin moest reinigen. With the way they all brought all their gods. Hoe ze allemaal hun afgoden brachten. All the rings. En alle ringen. And how they had to cleanse themselves. Hoe ze zichzelf moesten reinigen. Clean up the entire household. Hele huisgezin moesten opruimen. And then the presence of God like a terror came. En toen kwam de tegenwoordigheid van God als een verschrikking. That all the cities that were so called against Jacob. Waardoor alle steden die zogenaamd tegen Jacob waren. All they could do is stand still and see them marching and journeying. Het enige wat ze nog konden doen was stilstaan en zien hoe ze wegtrokken. And the presence of God like a terror was protecting Jacob and the entire congregation. En de tegenwoordigheid die werkte als een verschrikking en omringde en beschermde Jacob en heel zijn huisgezin. Think on the Passover. Denk aan het Paasgaan. In Exodus 12. In Exodus 12. How Israel had to celebrate. Hoe Israël dat moest vieren. In the details. Tot in detail. With obedience. Met gehoorzaamheid. And right after they did it. En toen ze dat deden, nadat ze dat deden. The presence of God came. Kwam de tegenwoordigheid van God. And they came out.
En ze kwamen eruit. He brought them out. Hij leidde hen uit. Nobody was feeble-minded. Niemand van hen was zwak. They came out like an army. Ze kwamen eruit als een leger. Not weak. Niet zwak. As soldiers. Maar als soldaten. In total freedom. In totale vrijheid. No past. Geen verleden. Think about Exodus 14. Denk aan Exodus 14. Where God parted the Red Sea. Waar God de Rode Zee open splitste. By his presence. Met zijn aanwezigheid. How he cut off the chariot wheels of Pharaoh. Hoe de wielen van de wagens van Farao gewoon onklaar maakte. And when the Egyptians were surrounding Israel. En toen Israël omringd werd door de vijand. To bring them back to Egypt. Om hen weer terug te brengen naar Egypte. To bind them again. Om ze weer vast te binden. The Bible says. Zegt de Bijbel. We read it tonight. Hebben we gelezen. God looked down. God zag neer. Upon the Egyptians. Keek neer op de Egyptenaren. Through the cloud. Vanuit de wolk. And the fire. En vanuit het vuur. And he troubled the Egyptians. En hij bracht de Egyptenaren in verwarring. He fought against them. Hij streed tegen hen. The Egyptians said in Exodus 14. De Egyptenaren zeiden in Exodus 14. Let us run away from these people Israel. Laten we wegvluchten voor dit volk Israël. For the Lord God. Want de Heere, hun God. Is fighting for them. Hij strijdt voor hen. Can you imagine that? Kun je dat voorstellen? And we went through Exodus 15. We zijn door Exodus 15 gegaan. Think about that. Denk daarover na. How God blew with his nostril. Hoe God blies met zijn adem. Think about how the enemy said. Denk aan hoe de vijand zei. We will go after them. We gaan ze achterna. We will overtake them. We halen ze in. We will take their spoil. We nemen hen buit. Our desire will be upon them. Ons verlangen wordt aan hen vervuld. We will draw a sword upon them. En we trekken het zwaard over hen. We'll defeat them. We verslaan ze. And God came. Maar God kwam. With his wind. Met zijn wind. And he blew with his wind. En blies met zijn adem. And defeated all the enemy. En versloeg al die vijanden. The presence of God. De tegenwoordigheid van God. I stir you up tonight. Ik wil je aanwakkeren vanavond. To do everything you can. Dat je doet wat je kunt. Stay holy. Zorg dat je heilig blijft. You saw in this chapter 23. Je hebt in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 23 gezien. With all the promises of God's presence. Met alle beloften voor die tegenwoordigheid van God. Of how he was going to be the enemy against their enemies. Of hoe hij een vijand zou worden van hun vijanden. And against their adversaries. En van hun tegenstanders. Protect them. En hen beschermen. Guide them. En leiden. And at the same time. En tegelijkertijd. In between the verses we read. He, tussen de versen die we gelezen hebben. How God warned them not to worship no other gods. Hoe God hen wel waarschuwde dat ze geen andere goden moesten aanbidden. But to destroy all idols in their lives. Alle afgoden in hun leven moesten uitroeien. So they will not lose that mighty presence. Zodat ze die machtige tegenwoordigheid niet zouden kwijtraken. God willing, I will continue next Friday with this message. Zo de Heer wil, ga ik volgende keer weer verder met de boodschap. For tonight I close. This is enough for tonight. Voor vanavond wil ik afsluiten. Het is genoeg voor u. The Lord bless you. Mogen de Heere je zegenen. And may you experience the manifestation of Jehovah's presence. En ik bid dat jij die gemanifesteerde aanwezigheid van Jehovah zelf mag ondervinden. That your neighbors. Dat je buren. Your family. Je familie. Your colleagues of your job. Je collega's van het werk. When you go shopping in the supermarket. Of als je gaat boodschappen doen in de supermarkt. Whenever you travel. Of wanneer je that the world will see. Dat de wereld kan zien. The big difference. Het grote verschil. How separated your life is. Of hoe afgezonderd jouw leven is. By the presence of God. Door die aanwezigheid van God. And they will say. En dat zij dan zeggen. Tell us. Vertel ons nou. Of this presence of God. Of deze aanwezigheid van God. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. 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 Amen.